Dan kom ik met u bij het volgende hamerstuk. En dat betreft de verordening, uitvoering en handhaving omgevingsrecht. Medemblik. En u wordt voorgesteld om die verordening vast te stellen en om de verordening kwaliteit, vergunning, verlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Medemblik 2017 in te trekken. Wenst iemand stemming, stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan stel ik vast dat u conform besloten heeft. Wenst iemand nog een aantekening? Ook niet het geval. Dan gaan wij met elkaar naar de C-agenda en dat zijn de bespreekstukken zoals u weet. Allereerst komen wij dan bij agenda punt C1, de eindevaluatie van het grondstoffenplan en implementatie van het recycletarief. Voor het verduurzamen en vergroenen van onze leefomgeving heeft Medemblik ingezet op het terugwinnen van grondstoffen en het verminderen van de hoeveelheid brandbaar huishoudelijk afval. Daartoe is het grondstoffenplan 2021 en het recycletarief in 2022 ingevoerd. Met de Raad is afgesproken de invoering van het grondstoffenplan en het recycletarief te evalueren om te beoordelen of de doelstellingen zijn behaald of dat die om bijstelling vragen. U wordt vandaag gevraagd om kennis te nemen van de evaluatie en de bijlagen en in te stemmen met de continuering van het grondstoffenplan en het recycletarief. Bij dit agendapunt is een viertal moties aangekondigd, waarvan een drietal door de heer Berlijn, althans de heer Berlijn ook als eerste indiener. Ik verzoek de heer Berlijn, of geef de heer Berlijn de gelegenheid om met 1 minuut per stuk de 3 moties te introduceren. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik begin bij A, de motie stimuleer, belonen en ondersteun inwoners die zwerfafval opruimen. Zwerfafval is een groot probleem en ook in onze gemeente maakt onze omgeving vies. Maar veel inwoners gaan geheel vrijwillig, ruimen ze dit op. Zoals de afvalrapers, de Westerse afvalrapers. En ook nog, wie kent hem niet, Cor Kistenmaker, die met zijn scootmobiel door Medemblik rijdt om Medemblik schoon te houden. En grote waardering voor deze mensen die de stad en de rest van de dorpen schoonhouden. En wij willen deze mensen belonen, maar nog meer mensen aanmoedigen om dit te doen. Dit kan bijvoorbeeld door wat de gemeente al heeft opgestart, het programma Schoon. Maar daar zouden wij bij willen toevoegen waardebonnen of korte waardebonnen bij lokale winkels. Maar ook regelmatig of eigenlijk vaker opruimacties te organiseren met scholen en buurtgroepen. En dat is de eerste motie. Zal ik gelijk doorgaan? Dan over de openingstijden. Op dit moment zijn de afvalstations door de week alleen open tot 17:30 en op zaterdag tot 16:00. Dit is voor veel inwoners onhandig, hebben wij begrepen. En logisch ook, omdat zij vaak tot 17:00 werken en weinig kans hebben om dan nog even snel hun afval weg te brengen. En door de openingstijden te verlengen, bijvoorbeeld tot 20:00 door de week, maken we het voor iedereen een stuk makkelijker en efficiënter om het afval aan te bieden. En dit zorgt gewoon voor een betere spreiding van de bezoekers en minder wachttijden en een verbeterde afvalverwerking. En dan zijn we bij het laatste punt en dat is een burgerberaad. Naar aanleiding van succesvolle burgerberaden in Zoetermeer en Arnhem zijn we op het idee gekomen om een burgerberaad over dit onderwerp in te stellen. Want het Hart van Medemblik is groot voorstander van directe democratie, referendum, meer inspraakmogelijkheden, burgerinitiatieven, maar ook burgerberaden. En het afvalbeleid is eigenlijk perfect voor zo'n burgerberaad. Want wat we eigenlijk willen is dat we een burgerberaad iedere 2 jaar hebben. Die komen dan bij elkaar en die praten dan met onze gemeenteraad of de commissie over het afvalbeleid. Onze gemeente wil het afval verminderen en het hergebruiken en meer hergebruiken en beter recyclen. En hiervoor is de mening van de inwoner gewoon heel belangrijk. En door samen in een burgerberaad dit te kunnen doen, kunnen we ons afvalbeleid verbeteren. En in het burgerberaad van Arnhem waren er bijvoorbeeld 52 adviezen overgenomen. Dat zijn ook dat scheelt een hoop consultancybureaus, laat ik het zo zeggen. Als we ook gewoon vanuit de inwoners de ideeën kunnen ophalen. Tot zover. Dank u wel. Dan gaan wij straks over deze 3 moties met elkaar in gesprek. Maar niet voordat de 4e motie ook is geïntroduceerd. Onder de titel Medemblik wil pilot luierinzameling. En die wordt geïntroduceerd door meneer Heestemans van de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Ten eerste dank voor de steun van alle mede-indieners.
Even een klein stukje context van de motie. Afgelopen maandag heeft de wethouder Nederpelt een gesprek georganiseerd met onder andere mensen van de HVC die onze vragen naar de vorige commissievergadering konden beantwoorden. Ik benoemde onder andere dat ik het in de vorige commissievergadering benoemde ik onder andere dat ik het een interessant idee vond om een initiatief van de fabriek in Amsterdam te steunen die luiers kunnen verwerken. Op die manier kan je met name zorgen dat er in de toekomst een mooie oplossing gevonden wordt voor gezinnen met jonge kinderen en of senioren die luiers op dit moment bij het restafval moeten gooien. Uit verdere informatie bleek dat de HVC dit initiatief van de fabriek al steunt en dat is natuurlijk super mooi. De motie die nu voor ons ligt roept op om bij de HVC kenbaar te maken dat indien de HVC een pilotgemeente zoekt voor het apart inzamelen van luiers, Medeblik vooraan wil staan in de rij bij het initiatief van meer landen. Met dit signaal hoop ik eigenlijk twee dingen te realiseren. Ten eerste hoop ik dat we aan de mensen met luiers kunnen laten zien dat we hun niet vergeten zijn, dat we actief op zoek zijn naar een oplossing in de toekomst. En ten tweede wil ik meegeven aan de wethouder dat er in deze raad dus draagvlak is voor het inzamelen van luiers. En dat we dit hopelijk als gemeente kunnen gaan ondersteunen in de toekomst. Dank u wel. Dank u wel. Dan beginnen wij de eerste termijn. En ik kijk rond wie het woord wenst. Mevrouw Van der Bos van het CDA. Dank u, voorzitter. Raadsvoorstel zelf zijn we tevreden over, stemmen we allemaal mee in, hebben we in de commissie al uitgebreid over gedebatteerd. Beginnen we even bij de motie waarvan wij ook mede-indiener zijn, de motie zoals net gepresenteerd door meneer Heesemans. Daar heb ik eigenlijk niets aan toe te voegen, dus dat zal ik niet herhalen. Eén dingetje dan, er is op dit moment nog maar één fabriek in Nederland, Nijmegen, die zich bezighoudt met het inzamelen van deze luiers en ze eventueel proberen te recyclen. Die capaciteit is maar heel klein, dus we zijn bovenal heel blij dat ook meer landen dit nu aan het opstarten is. Dan ga ik naar de motie zoals gepresenteerd door meneer Berlijn over het belonen van inwoners die zwerfafval opruimen. Het CDA is natuurlijk ook, knijpt zijn handen dicht dat er zoveel inwoners zijn in onze gemeente die zich hiermee bezighouden. Wij vinden het prachtig dat die rapers een grijper krijgen in afvalzakken en dat er keurige afspraken met ze worden gemaakt over hoe wordt dat afval nu bij u opgehaald. Als het gaat om het belonen en het kenbaar maken van de waardering, daar is onze gemeente, maar ook de ondernemersvereniging al mee bezig. Dus wij voelen er niet veel voor om deze motie te steunen, omdat het al gebeurt. De motie verlenging openingstijden afval aanbiedstations. Als Medeblik zou je dat wel in je eentje kunnen beslissen, maar dan moet je het ook alleen betalen. Wij denken dat het wenselijker is dat het gewoon op Westfries niveau eventueel wordt voorgelegd. En geven de tip aan hart voor Medeblik om eventueel gebruik te maken van het raadsledenpodium hiervoor bij de regionale raadsledenbijeenkomsten. Verder hebben we de stukken natuurlijk gelezen en in die stukken gaat het ook over, ergens op bladzijde 175. Bent u tevreden over de openingstijden van de afvalbrengstations? En 93% is daarvan tevreden. Nou, dat vind ik best een hoog percentage. Dus ook het CDA zal deze motie niet steunen. Dan het burgerberaad. Ook het CDA is voorstander van een burgerberaad. Wij denken echter niet dat je dat voor één onderwerp op zou moeten tuigen. En wij denken dat het ook gigaveel capaciteit gaat kosten om dit op te zetten. Daarbij zijn we natuurlijk al wel bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Dus het burgerberaad komt vast nog wel eens op onze agenda. Want meer raadsleden buiten het CDA om zijn hier positief over. Maar om dat nu even bij motie te regelen vanavond, daar zal het CDA haar steun niet aan verlenen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Zeilenmaker. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst het raadvoorstel zelf. Nou, er is inderdaad al genoeg over gezegd. Medeblik doet het hartstikke goed qua scheiding. En voor wat het tarief betreft, wat wij als inwoners betalen, zitten we aan de onderkant. Dus het kan bijna niet beter, zou je zeggen. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Die zijn ook bij de gemeente bekend. Dus er moet best nog wel wat gebeuren in de toekomst. Maar in principe gaat het gewoon hartstikke goed. Dan de moties. Even kijken hoor. Ik zal ze gewoon in volgorde doen. Stimulering en ondersteuning.
eigenlijk hetzelfde als wat het CDA zegt. Het gebeurt al. En kijk, als er redenen voor zijn om bepaalde mensen daarin extra te ondersteunen, dan moeten we dat zeker niet doen. En dan moet de gemeente ook voor openstaan. Maar niet in algemene regel om dat nog weer een keer extra te gaan doen. Verlengen van de openingstijden. Om te beginnen praten wij volgens mij over een brengstation wat in de Wieringermeer ligt. En daarbij is het volgens mij ook helemaal niet aan de gemeente om dat te bepalen. We zouden het aan de HVC kunnen vragen. Maar dan gaat het inderdaad ons geld kosten. En voor wie doen we dat? Volgens mij is er al een brengstation in Zwaag wat wel ruimer openingstijden heeft. Dus als je dan echt niet kan binnen de normale tijden, dan zal je daar naartoe moeten gaan. Dus dat steunen we ook niet. Even kijken hoor, die luierinzameling, nou daar staan wij bij. Jammer dat dat nog niet kan, maar wel heel goed om te bepleiten zodra er mogelijkheden zijn om daar bij aan te sluiten. En het burgerberaad, ook hetzelfde als wat mevrouw van der Bos daarover gezegd heeft. Ik denk dat als je dat op wilt tuigen, dan moet je dat voor hele belangrijke zaken doen. En dat je dan misschien nog eens een keer iets anders erbij doet, prima. Maar dit is iets wat je heel zorgvuldig moet doen, goed moet voorbereiden. Gaat ook best wel mankracht en geld kosten, maar op dit moment dus niet. Dank u wel. Dank u wel, meneer Vlaar. Ja, voorzitter, dank. Ja, wij steunen ook het raadsvoorstel. Daar kunnen we mee beginnen. Als het gaat over de raadsinstrumenten, de motie A, stimulering zwerfafval. Ja, er zijn op veel terreinen veel vrijwilligers actief en dat is ook heel mooi. En die worden ook op diverse manieren gewaardeerd en dat vinden we ook heel goed. Het kenmerk is ook van vrijwilligerswerken dat het vrijwillig gebeurt. Dus laten we het niet al te zwaar maken. Maar wat ons betreft hoeven we dit niet op deze manier te stimuleren. De gemeente denkt mee, draagt bij aan allerlei acties. Denk ook aan de voorjaarsschoonmaak. Waarbij afspraken worden gemaakt met vele vrijwilligers. Ik heb niet gehoord dat zij daarop per se ook inderdaad iets tekort in komen. Dus wat ons betreft hoeven we dat niet op deze manier te presenteren. Dus wat ons betreft is het overbodig. Ja, de verlenging openingstijden, ja, gelijke woorden als al gesteld zijn. Er is geen enkele inzicht in dat het problematisch is om het nu niet op tijdig of op een goede manier af te kunnen voeren. In horen langer openingstijden voor grond, puin en groen. Dus wat ons betreft hoeven we niet inderdaad op dit punt nu al opeens aan te komen met langere openingstijden gewend zijn. Er is genoeg gemonitord op dat punt. Dat hoeven we nu niet verder in bewerking te nemen. Het burgerberaad, ja, uiteraard goed om burgers te beraden, maar we hebben het over een dienstverlening. Dat wordt gemonitord. Er wordt gekeken hoe burgers daarmee omgaan en wat knelpunten zijn. Wij zien op dit punt ook geen aanleiding om nu een burgerberaad daarvoor in te stellen. De noodzaak is er niet, ook niet omdat die onderbouwd is om die noodzaak daarvoor te doen. Dus wat ons betreft zijn die drie overbodig. En de leidermotie die kunnen wij volledig steunen. De pilot om inderdaad te kijken hoe je daar verder in het kader van milieuverbetering stappen te maken, dat steunen wij volledig. Ja, dank u wel, mevrouw Visser. Ja, voorzitter, dank u. Ik zal ook heel snel even door de moties gaan. Ik vind juist wel heel leuk dat de stimulering, beloning en ondersteuning er ligt. En het hoeft ook allemaal helemaal niet ingewikkeld te zijn. Ook mantelzorgers zijn hier bij de gemeente geregistreerd. En met regelmaat krijgen de mantelzorgers een show of een theaterstuk beloond. Maar dat gaat dan wel omdat je geregistreerd bent en krijg je andere kleine dingen kan je krijgen. Dit is heel mooi. Ik zie die mensen lopen. Het zijn ook altijd de vaste mensen die het lopen. Maar ik vind het wel bijzonder dat mensen bereid zijn om de troep, die mensen gewoon maar neergooien, op te ruimen. En wat dat betreft zou je ook een motie over de mentaliteit van de burgers kunnen indienen. Want daar ligt natuurlijk het grootste probleem. Dus dat is eventjes mooi om die mensen extra in het zonnetje te zetten. De openingstijden, ja, er wordt veel over gepraat. Ik weet niet zeker, dat horen we wel van de wethouder, of dat wel of niet kan en hoe het eruit gaat zien. Ik denk wel dat dat een mooie opening is, een mooie motie is om die opening te verruimen. Voorzitter, dan gaan we naar. Bij de luiers staan wij bij. Met dank aan ieder die zelfs overdag de tijd hebben genomen om met elkaar tot een motie te komen. Er was een goed overleg ook.
En de motie van die tweejaarlijkse burgerraad. Kijk, een burgerraad, daar kun je heel zwaar maken. Je kunt hem ook luchtig maken. Je kunt ook zeggen, we gaan het eens een keer proberen. En dit zou nou wel eens een leuk onderwerp kunnen zijn waarmee je een burgerraad kan gaan proberen. We hebben het er al heel lang over. Er is nooit van de grond gekomen. En ja, daarom zou ik deze wel gaan steunen. Mijn naam staat er nog niet bij, voorzitter. En dan krijgen we het stuk zelf. Ik hoorde de heer Seilenmaker zeggen, Medemblik doet het goed. En ik ga zeggen, Leeuwarden doet het beter. Het artikel in het Noord-Hollands Dagblad is wel degelijk een artikel dat scheiden vanaf de bron niet de beste manier is. En steeds meer gemeentes gaan over op een hele andere methode en die scheiden, zeg maar, achteraf. Dat scheelt je bakken. Dat scheelt je een hoop toestanden. Dus nou ook weer, hè, nou krijg je weer een stroom luiers. Weer een aparte afvalstroom. Weer een bakkie erbij. Waar moet het bakkie staan? Hoe wordt het opgehaald? Hoe ziet het eruit? We hebben dan luiers en incontinentiemateriaal over gesproken. Zo gaat de volgende keer. Gaat er weer een stroom komen? Dus wij zijn niet voor dit afvalplan, hoe de titel ook is. Dat zijn we ook nooit geweest. En wij zijn voor een heel ander systeem. En dat betekent bij elkaar en scheiden vanaf de bron als het opgehaald is. Voorzitter, dank u. Dank u wel. Meneer Mos, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. In de commissievergadering van 27 juni, agendapunt evaluatie van het recycletarief en het grondstoffenplan, heeft de heer Berlijn van Hart van Medemblik het aangrijpende woord leugenaar uitgesproken. Daarbij viel dit woord richting gemeentebelangen. Ik kende de tekst van collega Nipshagen vooraf en las mee. Er is in die tekst niemand weggezet voor leugenaar. Het woord leugenaar is slechts door u bedacht en gebruikt. Geheel onjuist naar de woordvoerder en dus naar gemeentebelangen. Dat is laakbaar en dat neem ik u zeer kwalijk. De voorliggende moties. Vooraf over die twee moties A en B. Even kijken. Ja, ik zie geen dekking. Zo zien we straks de tarieven omhoog gaan. En dat zal wel wat vraagtekens oproepen bij onze inwoners. En onze mening. Motie A, die stimulering, beloning, ondersteuning. Daar zijn we tegen. Alle vrijwilligersactiviteiten bevorderen gemeenschapszin. Waarom dan een specifiek beloningssysteem voor zwerfafval? Het zwerfafvalniveau is op gelijk niveau van voor het in 2020 geïntroduceerde grondstoffenbeleid. Middels mijn navraag bij gemeentewerken blijkt dat er een goede tevreden afstemming is over de waardering van en de contacten met de vrijwilligers. Dan motie B, de verlenging van de openingstijden op het afvalaanbiedstation. Onze fractie is tegen. Bij gemeentewerken voelen ze hier aan geen behoefte. Ook kennen wij in deze geen door de gemeenschappelijke regeling ABWF aangebrachte problematiek in haar voorgestelde beleid, welke recent is aangenomen door deze gemeenteraad. Dan is er ook geen behoefte om aanvullend beleid te introduceren middels deze motie. Motie C, de Medemblik wil pilot luierverzameling, daar hebben wij ons logo aan gegeven. Daar zijn we dus voor aanzet tot verbetering van het grondstoffenplan. Dan de motie die vanmiddag ver na het middaguur binnenkwam, en dat vind ik te laat, voorzitter, over dat burgerberaad. Ik kan kort zeggen, daar zijn wij tegen. Burgerberaad gaat veel breder dan specifiek voor alleen voor afvalstoffen. Afrondend. Gemeentebelang stemt in met het raadsvoorstel eindevaluatie, grondstoffenplan, implementatie, recycletarief. Immers het beleid is een succes. Financieel pakt het voordelig uit voor de burger. En mede door het zelf scheiden van afval is het milieubewustzijn sterk vergroot. En er is een significante vermindering van de hoeveelheid restafval welke voor verbranding wordt aangeboden. We zijn een voorbeeldgemeente geworden. Natuurlijk zijn er wat dingetjes die verbeterd kunnen worden. En daar wordt ook aan gewerkt hier in het gemeentehuis. De gemeente is bereikbaar voor die problematiek. Het oorspronkelijke besluit tot dit beleid is zonder meer goed. Meest recent is het artikel van vandaag getiteld: in de toekomst heeft iedereen een kliko minder.
Ja, gemeentebelang is altijd voor goede innovaties. Ik herinner mij een rondleiding bij de HVC eind jaren 90, waarbij werd verteld door de inleiders: we rekenen voor de toekomst op 1000 kilo aanbod ter verbranding per huisaansluiting. Gelukkig door alle milieumaatregelen en door onze activiteiten is dat heel anders gelopen. In de milieubewuste Nederlandse samenleving brengen we ook nog veel vervuilend afval naar een arm werelddeel. Daarom een oproep. Houd de burgers actief milieubewust in onze welvaartssamenleving. Houd een grondstoffenplan. Recycle is en blijft een must. Dank u wel. Dank u wel, meneer Huisman. Ja, dank u wel, voorzitter. Het raadsvoorstel, daar stemmen we mee in. Dat nascheiding beter werkt, dat wordt keer op keer in deze zaal herhaald. Maar is niet overal van toepassing. Dat is namelijk alleen van toepassing in steden waarbij het super slecht gaat. Als iets super slecht gaat, kan het al heel snel beter. Dat klopt. In ons geval, in onze gemeente, is al meermaals heel duidelijk door HVC aangegeven dat het bij ons juist zal verslechteren op het moment dat je gaat nascheiden. Want we scheiden al heel goed met z'n allen. Het kan alleen nog een stukje beter en daar is dit beleid heel goed voor. Dus daar zijn wij het mee eens. Wel zien wij in de uitvoering dat enkele zaken nu na 2,5 jaar nog steeds niet goed zijn geregeld. Wij zijn toenertijd akkoord gegaan, mits er een aantal zaken wel goed geregeld zouden worden. En die zien we helaas na 2,5 jaar nog steeds niet allemaal goed geregeld. Wij roepen het college daarom op om het e-mailadres afval@medemblik.nl beter kenbaar te maken en mensen erop te attenderen dat als ze er met de HVC klantenservice niet uitkomen, dat ze hier terecht kunnen. De ervaring leert namelijk dat je bij de HVC helpdesk nogal makkelijk wordt afgeserveerd zonder goede maatwerkoplossingen. En een heleboel mensen zijn er niet van op de hoogte dat je bij de gemeente nog wel iets meer kunt krijgen. Dan de moties. De moties zwerfafval, die kunnen wij op zich wel steunen, mits het college dit ook uitvoerbaar ziet. En dan heb ik het niet over wat er nu al gebeurt, want dat werd ook door mevrouw Van der Bos genoemd. Maar dat noemde de heer Berlijn al in zijn begin, dat er inderdaad al dingen gebeuren. Alleen zij willen graag nog wat extra. Nou, dat zien wij graag gebeuren, dat extraatje. Dus we willen graag van het college horen of dat uitvoerbaar is. Dan kunnen wij daar wel mee instemmen. De motie openingstijden, daar kunnen wij op zich ook wel mee instemmen. Want er wordt slechts voorgesteld dat het nog langs de raad moet. Dan gaan we zien of het niet te veel kost. Als het maar om één station gaat, valt het misschien ook wel mee. Daarin kan ook de West-Friese samenwerking worden meegenomen, zoals mevrouw Van der Bos bijvoorbeeld noemde. Dus als we dat nog terugkrijgen, kunnen we dat soort dingen allemaal met elkaar afwegen. Dus daar gebeurt niet zo heel veel nu nog mee. Dan de motie luierinzameling. Daar stemmen wij mee in. Maar we vinden het wel jammer dat totdat de recyclinginstallatie er is, er nog geen mogelijkheden zijn voor inwoners om hun luiers en incontinentiemateriaal apart in te leveren. Ook hierbij roepen wij de wethouder op om de mensen voor wie de huidige oplossingen, zoals de tegemoetkoming en afsluitbare bakken zijn bijvoorbeeld oplossingen die geboden worden, op het moment dat dat voor mensen niet werkt, om dan soepel om te gaan met bijvoorbeeld het toekennen van ruimere kwijtschelding, om bijvoorbeeld elke dag de restbak te kunnen openen. Zolang het maar om een aantal mensen in de hele gemeente gaat, dan zal dat naar ons idee niet heel veel kosten als het niet om honderden mensen gaat. Dan als laatst het burgerberaad. Heb ik wel een vraag aan de heer Berlijn. Waarom is hier dan niet voorgesteld om het college hier eerst een voorstel over aan de raad te laten doen, zodat wij ook de consequenties daarvan kunnen zien? Zodat de financiële consequenties. Want nu staat er alleen maar: we gaan het instellen. Nou, dat is, zoals een paar anderen al zeiden, inderdaad erg makkelijk of erg snel om dat nu met één motie zomaar even te regelen. Daar zien we graag wat meer voorbereiding en wat meer informatie over voordat het wordt uitgevoerd. Dus als dat misschien aangepast kan worden in de raad een voorstel te doen en het uit te werken wat de consequenties zijn, zodat we het dan nog over kunnen hebben, dan zouden we ermee kunnen instemmen, op deze manier niet. Tot zover, dank u wel. Dank u wel. Meneer Hogewerf of meneer Berlijn? Meneer Berlijn, gaat u gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, even beginnend wat de heer Morsen eigenlijk aangaf. Kijk, als voorzitter, tijdens dat betoog gaf Hart voor Medemblik aan dat wij meerdere mensen de tranen in de ogen van inwoners hebben gezien die een afrekening van 1000 euro of meer kregen van de afvalstofheffing. 1000 euro of meer.
Zelfs een uitschieter naar 3000 euro. En aan mijn rechterzijde is het eerste wat ik hoor: dat geloof ik niet. Dat kan nooit dat dat bestaat. Dus toen vroeg ik aan de gemeentebelangen: waarom gelooft u dat dan niet? Gelooft u niet dat deze mensen echt bestaan? Nee, dat kan niet. Dan bent u in mijn ogen, geeft u ons eigenlijk met andere woorden aan dat wij een leugenaar zijn. En dat accepteer ik niet. Dus daarom hadden wij op dat manier aangegeven van dat u niet gelooft dat deze mensen echt bestaan. Deze problemen bestaan. Echt. Misschien niet in de ideale wereld waar u in leeft, maar deze problemen bestaan wel voor heel veel mensen die gewoon dit moeten betalen. Voorzitter, ik ga verder met mijn betoog. Want Hart voor Medemblik is groot voorstander van het scheiden van afval en het verminderen van restafval. Maar dit moet echter in balans met gemak en met gebruiksgemak voor de inwoner en ook het kostenplaatje. Want door te investeren in machines die het afval gaan scheiden, iets wat we steeds vaker zien in Groningen, Friesland en delen van Gelderland, gebeurt het al standaard. Daar zijn trouwens de tarieven het goedkoopst in Nederland. De goedkoopste afvalstoftarieven zitten in de gebieden waar nascheiding is. Het klopt inderdaad dat gemeente Medemblik het laagste afvalstofheffing in West-Friesland heeft. Dat klopt inderdaad, de heer Beuker. Maar we staan wel in de top 10 duurste gemeenten van de afvalstofheffing. Maar wel op nummer 10. Wel de laagste van die top 10. Goed hoor, wat we hier doen. De huidige vorm van het recycletarief, we zien het weer. Het zit vast aan elkaar met de hardheidsclausule die wordt ingezet. Laatst nog een inwoner van 3000 euro. De inwoner mocht alleen niks zeggen tegen de media dat ze zoveel geld moest betalen voor de afvalstofheffing en dat de gemeente dat heeft kwijtgescholden. Voorzitter, dit is niet de juiste manier hoe we beleid moeten voeren door constant maar uitzonderingen hier, uitzonderingen daar. We focussen hierop, we focussen daarop. Dat gaat gewoon niet de goede kant op. Wij zeggen als Hart voor Medemblik, investeer nou gewoon in die goede machines om afval te scheiden achteraf. En dan hoor ik een aantal partijen aangeven, ja, wij zijn allemaal voorstander van om het zwerfafval aan te pakken. Maar dat doen we al. Ja, dat klopt. Dat gaf ik ook aan dat we dat al doen. Wat wij juist willen is dat we meer mensen willen motiveren om dit te gaan doen. Omdat we een groter probleem zien. Honderden foto's van afvalbijplaatsingen. Van bijplaatsingen bij afvalcontainers krijgen we tot ons. Iedere keer weer. Worden dat meer ongedierte komt erbij. Dat waren problemen die hiervoor niet bestaan. Dus wij zijn die problemen wel, we zien de huidige situatie, denken we willen ze oplossen met dit, door dit te doen. Die openingstijden, ja, u kunt wel merken dat een deel van de gemeenteraad niet woonachtig is in en rondom Medemblik of op het douche. Want soms komt het voor dat je gewoon op zaterdag vaststaat bij de rotonde, omdat de afrit naar het afhaalstation, aanbiedstation, dat die gewoon heel vol staat. En dan heb je gewoon een soort file op bij de dijk. Dat gebeurt gewoon. Files in gemeente Medemblik. Ja, en dan het burgerberaad. Alle partijen die vrijwel altijd een volle mond hebben van directe democratie, burgerberaden, noem maar op, die zijn nu in één keer tegenstander, want dit is niet het juiste onderwerp. Dit is niet belangrijk genoeg. Ik dacht dat dit voor de coalitie juist een heel belangrijk onderwerp was, voorzitter. Maar blijkbaar niet voor het afvalbeleid. Ik hoor regelmatig raadsleden aangeven dat ze zeggen, ja, we moeten het contact verbeteren met de gemeente. Ja, dan heb je zit er weer een ambtenaar bij, weer een consultancybureau, weer een adviesbureau die kijkt naar de problemen, naar de processen. Ga nou juist slim en efficiënt hiermee om. Ga die inwoners inzetten die dagelijks te maken hebben met deze problematiek. Meer dan 50 adviezen in Arnhem. Meer dan 50 adviezen in Zoetermeer. Niet allemaal aangenomen of toegepast, maar een groot deel zijn aangenomen en verbetert juist het afvalbeleid. Komt daar een aantal dingen uit die niet helemaal met uw mening zijn? Ja, dan is dat dan maar zo. Maar dat is het voordeel, of dat is juist het punt van zo'n burgerberaad. En ik De suggestie die de heer Huisman deed, die wil ik zeker toevoegen in de motie burgerberaad. Dus dat eerst het college dan met een voorstel komt hoe dat eruit komt te zien en dan de gevolgen daarvoor zijn. Ik denk dat dit juist een perfect moment is en een perfect onderwerp is om dit op te pakken. Dank u wel. Dank u wel. Tot slot in de eerste termijn, meneer Meester van de VVD. Ja, dank u voorzitter. Het raadsvoorstel, daar gaat de VVD in mee. Het recycleproces is een
is de weg die we ingeslagen zijn. En die gaat in de toekomst wellicht veranderen. Want jullie hebben gisteren allemaal kunnen lezen dat het recycletarief in de landen links en rechts teruggedraaid wordt. En weer op een lokale manier gerecycled wordt. En de afvalstromen worden daar ter plaatse door machines van de allermodernste kwaliteit, gebouwd door de firma Heilig in Heergewaard, hier dichtbij. Ja, dat is zo. Ja, nee, maar die doet ook bijvoorbeeld de stad Parijs. Er staat een giga-installatie. Maar goed, dat is ook de toekomst voor hier in Nederland en ook wellicht voor onze gemeente. Wat de moties aangaat. Het stimuleringsbeloningssysteem, de ondersteuning, daar benen wij een beetje huiverig voor. Want het goed toepassen van beloningssystemen vraagt om voorbereiding, omdat ze anders niet of zelfs averechts kunnen werken. En dat zie je ook in de grote steden, waar je voor een blikje, zeg maar 5 cent stagegeld kunt krijgen. Nou, alles wordt gesloopt om zo'n blikje te bemachtigen. Motie B, de verlenging van de openingstijden. De VVD, die heeft nog nooit klachten gehoord uit de bevolking. En gaat er dus ook voorlopig niet in mee. En het burgerberaad. Ja, burgerberaad. Ik ben even de motie kwijt. Ja, daarom juist. het burgerberaad, ja, dat is iets. Daar wilde de VVD toch wel even de mening weten van de wethouder. Bij deze. Tot zover. Ja. Dank u wel. Daarmee zijn we aan het eind van de eerste termijn. En kijk ik inderdaad naar het college om te reageren. Het groene knopje. Ja, voorzitter. Allereerst dank ook voor de complimenten aangaande het grondstoffenplan en de evaluatie daartoe. Want ik moet zeggen, vorig jaar was er echt nog een hele weg te gaan. En we zijn er nog steeds niet. Maar we hebben toch wel enorme stappen gemaakt. Graag neem ik even de amendementen met u door. Dank u wel. Punt van orde. Dat mag. Voorzitter, het is een drukke agenda. We hebben afgesproken in presidium, nadat het college voor de vijfde keer door haar tijd heen was, dat ze puur zou reageren op de vragen die er waren en een advies zou geven voor of tegen, zodat we de snelheid erin houden. En ik zou graag u verzoeken om daarop te handhaven als het kan. Nou, dank u wel. Waar ik op handhaaf is op de orde van deze vergadering en op de spreektijden. Die spreektijden gelden natuurlijk ook voor het college. Volgens mij is er een vraag gesteld ook aan het college. En volgens mij mag het college ook gewoon kort reageren op de ingediende raadsinstrumenten. Dus dat is wat nu aan de orde is. Dus daar geef ik de wethouder nu de gelegenheid voor. Dank u, voorzitter. En ik had inderdaad de intentie om dat heel kort en bondig te houden. Eerst A. Stimulering, beloning en ondersteuning van inwoners die zwerfafval opruimen. ChristenUnie die verwijst naar mantelzorgers. Die zeggen waardering en aandacht. Nou, daar zijn wij het volledig mee eens. En dat is ook al zoals we in de wedstrijd zitten. Hè, wat we dus ook al doen en wat we steeds een beetje beter proberen te doen. He, zo hebben we de regiokracht, kortingskaarten die naar de vrijwilligers toe gaan. We hebben net de twee fietskarren aangeschaft om het een aantal vrijwilligers makkelijker te kunnen ondersteunen en te faciliteren. Dus zo gaan wij daar al reeds mee om. Nou, GroenLinks vraagt, is dat uitvoerbaar? Nou, natuurlijk is dat uitvoerbaar en we voeren het ook al uit en we gaan daar ook mee door. En daarom ontraden we deze motie, omdat we daar gewoon al volle bak mee aan de gang zijn. Dan B, verlenging van de openingstijden van het afvalbrengstation. Chris nu zegt, kan het verruimd worden? Nou, wat mij betreft is het antwoord ja. Hè. Daar moeten we natuurlijk wel in gesprek. Alleen het punt is nu wel, nu worden de kosten verdeeld over de gemeenten. En op het moment dat je zelf eisen gaat stellen aan een verruimde openingstijd, zal dat ook volledig bij jezelf op het bordje komen. En dat gaan de inwoners dan natuurlijk weer in de prijs merken. U gaf aan, Leeuwarden doet het beter. Nou,
Leeuwarden doet het anders. En dat is ook heel logisch, want het is een stedelijke kern. En daar zie je heel vaak dat na scheiding de beste weg is. Maar meneer Huisman, denk ik, zei het heel erg goed. Wij zijn een landelijk gebied waar dit systeem gewoon uitstekend werkt. Ja, en mevrouw Van der Bos die noemde al van 93% is tevreden. Nou, volgens mijn berekeningen, we doen natuurlijk regelmatig onderzoek. 92% is tevreden tot zeer tevreden. En 2% is zeer ontevreden als het gaat over de openingstijden. Dus wij ontraden deze motie. Nou, de pilot luierinzameling. Nou, inderdaad, ik ben blij met het vruchtbare gesprek om toch even een stapje dieper te gaan afgelopen maandag. En nou ja, als dat dan leidt tot een dergelijke boodschap voor mij richting HVC in zaken de pilot luierinzameling, dan nemen we die aan als daar een meerderheid voor is. En dan de laatste, stel een tweejaarlijks burgerberaad in voor evaluatie en verbetering van het afvalbeleid. Nou, er is natuurlijk al echt het nodig over gezegd. Het instellen van zo'n burgerberaad, dat zal veel ambtelijke capaciteit kosten. Nou, dat kost geld en dat zullen we dan ook, nou ja, ik weet niet of we dat dan in het afvalstoffentarief kunnen / moeten verwerken. Maar dat maakt ons zeer terughoudend. Zeker omdat we hier natuurlijk al frequent onderzoek doen. En ook terugkoppeling daarvan krijgen. En daar ook naar handelen. En dat maakt dat we motie CC ook ontraden. Dank u wel. Vragen aan de wethouder, meneer Huisman. Ja, twee vragen. Bij het zwerfafval, de vrijwilligersondersteuning daarvan zegt u, het is uitvoerbaar, maar we voeren het al uit. Maar de oproep is ook om te belonen. En dat gebeurt naast die regionale kortingskaart waar ik volgens mijn vraagtekens bij heb. Maar gebeurt het niet in directe beloningen. En dat is wel een deel van de oproep. Dus dat wordt toch nog niet uitgevoerd. Of wel? Nee, dat wordt nog niet uitgevoerd. En... Als je zoiets zou gaan doen. Ja, we hebben echt vele vrijwilligers in onze gemeente. Hè? En ja, in hoeverre je dan moet zeggen, ja, die vrijwilliger wel en die vrijwilliger niet. Hij doet veel vrijwilligerswerk bij een sportclub en hij krijgt het niet. Maar als je afval raapt dan wel. Ja, dat is wel heel lastig. Dus eigenlijk meer in de lijn zoals mevrouw Visser zegt. Hè, zoals de mantelzorger zou ook beloond worden. Gewoon met een kleine tegemoetkoming, bijvoorbeeld met zo'n vrijwilligerskaart. Daar zien wij de oplossing. Dank u wel. De laatste keer. Ja, dat is de tweede vraag. Ik had twee vragen, zei ik. Bij het burgerberaad, daarvan is er net al aangegeven dat er wordt toegevoegd om het college te vragen om een voorstel te doen. Zodat we daar kunnen zien, inderdaad wat u zegt, hoeveel ambtelijke capaciteit en hoeveel kosten dat gaat kosten. Daar bent u net niet op ingegaan. Als dat erin staat, kunt u dan wel ermee instemmen, zodat we eens kunnen kijken of dit een pilot zou kunnen zijn? Nou, ik heb aangegeven, juist omdat we al zo frequent onderzoek doen en dan ook duidelijk terugkijken, krijgen waar de knelpunten zitten. Zien we dat in dit geval niet zitten. Maar ook als je dus ons oproept om tot een voorstel te komen en dat nader uit te werken. Ja, dat kost natuurlijk niet zoveel capaciteit als volledige implementatie van het burgerberaad. Maar we zetten onze energie liever ergens anders op in. Dank u wel. Tot zover. Ja, dank. Dan gaan we door naar de tweede termijn. En ik verzoek u daarin nadrukkelijk om de eerste termijn niet over te doen. U hoeft wat mij betreft ook niet alle moties nog een keer te bespreken. We zien bij de stemming wel hoe u stemt. Dus echt de zaken die echt nog toegevoegd zouden moeten worden ten opzichte van de eerste termijn. Is er behoefte aan een tweede termijn? Nee. Niet het geval. Dan lijkt het mij dat wij over kunnen gaan naar stemming. En dan moeten wij weer... Even opletten met elkaar. We hebben te maken met vier moties. Dus dat betekent dat we eerst gaan stemmen over het raadsvoorstel en daarna over de vier moties. En dat doe ik gewoon in de volgorde waarin ze op de agenda staan. Allereerst het raadsvoorstel. Om kennis te nemen van de evaluatie en in te stemmen met de continuering van het grondstoffenplan en recycletarief. Wenst iemand daar stemming over? Ja, en een stemverklaring. Ook. Meneer Berlijn, een stemverklaring. Dank u wel, voorzitter. Hart van Medemblik zal tegenstemmen. Het recycletarief werkt voor een aantal mensen, maar niet voor iedereen. Het is wat we nu doen allemaal pleisterpolitiek. Ja, kortom, ik ga het herhalen. Wij zijn tegen.
Dank u. Mevrouw Visser, een stemverklaring. ChristenUnie zal tegenstemmen, mede ook wat ik daarnet heb gezegd. Er komen steeds meer stromen bij, er moeten steeds meer oplossingen komen. En Leeuwarden doet het beter en dan kun je wel zeggen doet het anders. Maar het is wel een hele andere methode. Dank u wel. Dank u wel. Dus daar gaan wij tot voor. Tot zover, ja. Verder, ja, meneer Vlaar, stemverklaring. Ja, stemverklaring. Ja, wij stemmen in met het recycletarief omdat wij juist van mening zijn dat het recycletarief juist wel werkt voor de meeste mensen en dat voor de uitzonderingen wordt gekeken hoe dat wordt opgelost. Dus volle instemming. Dank u wel. Voor het overige geen stemverklaring en dan gaan wij stemmen. Mevrouw de Griffier. Ja, wie stemt voor dit raadsvoorstel? CDA 4, VVD 5, GroenLinks 1. D66 2, morgen 4 en gemeentebelangen 5. Wie stemt tegen dit raadsvoorstel? ChristenUnie 1 en Hart voor Medemblik 6. Dan is het raadsvoorstel aangenomen met 21 voor en 7 tegen. Dank u wel. Dan komen wij nu toe aan de stemming over de moties. En dan allereerst motie A. Stimulering, beloning en ondersteuning van inwoners die zwerfafval opruimen. Wenst iemand daar stemming over? Ja, stemverklaring. Nee, maar ja, mevrouw Visser, excuus, een stemverklaring. Voorzitter, de wethouder horende, blijf ik juist bij deze beloning. En ik denk dat de vrijwilligers in deze gemeente goud waard zijn. Laat ze dan niet met een brons of een koper plaatje weggaan. Dank u wel. Geen overige stemverklaringen, dan gaan wij stemmen over deze motie. Wie stemt voor deze motie? ChristenUnie 1, GroenLinks 1 en Hart voor Medemblik 6. Wie stemt tegen deze motie? CDA 4, VVD 5, D66 2, morgen 4, gemeentebelangen 5. Dan is de motie verworpen met 8 voor en 20. Dan gaan wij voort naar motie B, verlenging van de openingstijden van het afvalaanbiedstation. Wens iemand hier stemming over? Stemming, ja, stemverklaring. Niet het geval, maar we gaan wel stemmen. Wie stemt voor deze motie? ChristenUnie 1 en Hart voor Medemblik 6. Wie stemt tegen deze motie? CDA 4, VVD 5, GroenLinks 1, D66 2, morgen 4 en gemeentebelangen 5. Dan is de motie verworpen met 7 voor en 21 tegen. Dank u wel. Dan gaan wij door naar motie C over een Medemblik wil pilot luierinzameling. Wens iemand stemming? Dat is niet het geval. Dan is de motie unaniem aangenomen. Dan ga ik met u naar de laatste motie over het instellen van een tweejaarlijks burgerberaad voor evaluatie en verbetering van het afvalbeleid. Ik neem aan dat daar stemming over gewenst is gezien de discussie. Ja, wenst iemand een stemverklaring af te leggen? Meneer Huisman. Ja, ondanks de toezegging om toe te voegen dat er met een voorstel gekomen wordt, zullen wij toch niet mee instemmen gezien de beantwoording van de wethouder. Dank u wel. Dank u wel. Verder geen stemverklaring. Meneer Vlaar. Ik heb nu iets ontdekt wat ik nog niet, dus dat gaan we vaker gebruiken. Meneer Vlaar, nogmaals, stemverklaring. Ja, wij zijn hier tegen een burgerberaad, maar als 92% van de inwoners tevreden is over een systeem, dan hoef je daar niet een burgerberaad over in te stellen. Dank u wel, dan gaan wij over naar stemming. Wie stemt voor deze motie? Hart voor Medemblik 6. Wie stemt tegen deze motie? Sorry, toch? Ja? ChristenUnie 1. Wie stemt tegen deze motie? CDA 4, VVD 5, GroenLinks 1, D66 2, morgen 4 en gemeentebelangen 5. Dan is de motie verworpen met 7 voor en 21 tegen. Dank u wel en zijn wij aan het einde gekomen van dit agendapunt.